Het is vandaag 29 februari 2024. Een schrikkeldag. Mensen die op een schrikkeldag zijn geboren, zijn juridisch jarig op 1 maart, als het geen schrikkeljaar is. Nu de vraag. Als voorbeeld iemand die geboren is op 29 februari 1964. De eerste vraag. Hoe oud is deze persoon op 29 februari 2024? Welke berekening moet je gebruiken om dat uit te rekenen? De tweede vraag. Hoe oud is deze persoon als je alleen de schrikkeljaren telt? Welke berekening moet je daarvoor gebruiken? Zet je antwoord in een reactie hieronder. Volgende week zal ik mijn antwoord geven. Succes!